dus we hebben nu een beetje de technische kant gehad. Maar ja, Bart Jacobs is ook natuurlijk zo breed, er komen ook allerlei andere kanten. Maar het is vooral ook een juridisch probleem natuurlijk. En hij zei net al eventjes van, je moet ook af en toe sites op zwart kunnen gooien. Daar zijn de journalisten dan weer niet blij mee. Die hebben daar problemen mee. Want wat gebeurde er nou, en dat vind ik ook weer zo'n leuk verschijnsel, als zo'n wet dan gepubliceerd wordt, dan krijg je een consultatieronde. Raad van State, allerlei belangrijke organen kunnen wat over zeggen, maar eigenlijk ook iedereen, dus ook u. En het is wel grappig om dat eens even te kijken, internetconsultatie, die krijgt allerlei aparte figuren, zie je dan voorbij komen. Iemand die zichzelf Ivo Opzouten noemt, of iemand die noemt zichzelf bijvoorbeeld verdacht. Nou ja, dat zijn er wat minder serieuze reacties, maar ook hele serieuze reacties. Nederland ICT zat erbij, Nederlands Orde van Advocaten en het Nederlands Uitgeversverbond. En ze niet alleen, ze hadden eigenlijk een soort van alle journalisten bij elkaar geveegd. Dus niet alleen het Nederlands Uitgeversverbond, maar ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en Persvrijheidsfonds. Nou, uiteindelijk moet één iemand al die verhalen gaan bundelen en redigeren tot een begrijpelijk verhaal. En ik ben ook bijzonder blij dat ze hier is. Dan kan ze even uitleggen waarom wij dat gedaan hebben. Ze werkte vroeger bij de VNO-NCW aan privacy, maar ze is nu de secretaris juridische zaken bij het Nederlands Uitgeversverbond. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Miranda Maasman. Hey Miranda, nou welkom hier. Dankjewel. Tech Talk Late Night. Ik heb je wel eens in de zaal zien zitten en nu zie je op het podium. Ik heb ze bijna allemaal meegemaakt. Ja. De ene keer dat ik niet kon. Oké, nou dan ziet het er anders. Ja, we kletsen dan wel eens en toen vertelde je over die internetconsultatie. Ja, dat was voor mij eigenlijk een nieuw verschijnsel, maar dat was voor mij zo heerlijk voor de voorbereiding. Ik kon alle argumenten achter elkaar zetten en jullie verhaal was eigenlijk nog het meest uitgebreid. Dus daarom blij dat je er bent. Maar hoe werkt zoiets precies? Jullie zitten gewoon te kijken van hey, er komt wat aan en we reageren. Ja, het is nog simpeler. Je hebt een abonnement op internetconsultaties.nl. En elke consultatie, er zijn heel veel consultaties, gelukkig, over allerlei wetsvoorstellen. Steeds meer. En je krijgt dat in je mailbox en je ziet van, hey, maar wacht, dat is een belangrijke fonds. We zaten er ook wel min of meer op te wachten. Want er was al een eerder wetsvoorstel geweest, van Heers Ballin in 2010. Okay. En dat lag nog een beetje te sudderen. Dat is toen ergens in de la verdwenen, denk ik. Er was heel veel kritiek op. Ja. En nu kwam dit voorstel, dus eigenlijk iedereen zat een beetje erop te wachten. Ah, je wist wat dat was. Dus. Ja. Maar er zijn best wel heel veel verschillende clubs die bij elkaar zijn gekomen. En waarom jullie? Jullie hebben gewoon het voortouw genomen? Of? De vorige ronde, toen waren ook al deze partijen al actief geweest. Die hadden zich ook al gebogen over het vorige voorstel. Mm-hmm. En die vonden daar ook iets van. En dat was min of meer hetzelfde als wat wij ervan vonden. We waren het wel eens bij elkaar. Dus ja, dan bel je elkaar. Ja. Goh, er is nu weer een voorstel, nu hebben we wat meer tijd. Zullen we samen optrekken, want we hebben hier gewoon een gemeenschappelijk belang. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hebben net even kunnen zien, wat zou de politie dan nog meer kunnen doen met dit? Wat zijn jullie voornaamste bezwaren tegen de wetswijziging computercriminaliteit? Nou, het zijn eigenlijk twee hoofdbezwaren. Het ene is het op zwart kunnen zetten van een hele website als er een verdenking, dus gewoon zonder toevoegingen, een verdenking van een strafbaar feit is. Oh, Unster, dus niet alleen kinderporno of botnets. Niet alleen die hele zware vergrijpen, maar kan van alles zijn. En voor ons is dan belangrijk dat het ook delicten kunnen zijn die tegen de vrijheid van meningsuiting aanschuren. Ja, maar zoals de politie discriminatie, zal het haatzaaien, noem ze allemaal maar op. De politie zal het toch niet zomaar doen, maar in dat soort gevallen? Die bevoegdheid, die is er. Okay. En juist als er zo'n discussie is van is dit illegaal of is dit vrijheid van meningsuiting, wat nog best vaak voorkomt. Ja. Hebben we toch in het verleden al wel gezien dat de overheid tamelijk snel toch kiest voor het delict. Ja, voorbeelden? Gregorius Nekschot die van zijn bed werd gelicht, want discriminatie. Dat is wel zo'n voorbeeld dat je denkt, nou, dan had die website gelijk helemaal op zwart gestaan. En niet alleen alle legale content waar geen twijfel over is, maar ook bijvoorbeeld alle advertenties die daar omheen staan. Oké, hij had dat cartoontje gemaakt van Mohammed en zullen hem niet laten zien, maar verstandig. Maar in zo'n geval, dat soort kwesties. Of het kan over allerlei onderwerpen gaan die net daartegen aan zitten. En daar is echt een hele zorgvuldige afweging voor nodig. Het gaat over een grondrecht. Ja. Ja. En dan kun je niet zomaar zeggen, wij vinden dit een verdenking van discriminatie, een verdenking van smaad. Gooi de hele website maar gelijk op zwart. Ja, okay, dat dus is een beetje te veel. Inderdaad, dus bij die maatregelen eigenlijk alleen maar die kinderporno, die botnets, de hele verschrikkelijke dingen. Waar het dat overduidelijk kunnen. Is dat het onrechtmatig is. Ja. Ja, ik vond het zelf ook een beetje vaag in dat voorstel. Het begint dan inderdaad, weet je wel, dat zijn de grote vlaggen van terrorisme.
kinderporno, ja, dan heb je iedereen om natuurlijk, maar gaandeweg dat voort, er komt er steeds meer bij en dan wordt het straf steeds milder. Het gaat ook helemaal niet over cybercrime in de zin zoals iedereen dat verstaat. Hè. Het gaat niet over alleen maar botnets, over hacken, dat soort dingen. Het gaat over alle vormen van criminaliteit eigenlijk. Okay, ja. Waar allerlei nieuwe bevoegdheden voor de opsporingsambtenaren naar binnen worden gerold. Dus persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, misschien zelfs risico op censuur, dat is bezwaar nummer één. Dat is bezwaar nummer één. Bezwaar nummer twee gaat over het terughacken, als je dat zo wil noemen. Dat je al snuffelend in een computer van bijvoorbeeld een journalist ook zijn bronnen kunt achterhalen. Okay. En helemaal als dat terughacken gebeurt vanuit een ander land, want als wij zeggen wij mogen dit, dan gaan andere landen ook zeggen wij mogen dit. Ja, dan krijg je misschien wel te maken met landen die er hele andere normen op nahouden op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld over religie, gevoelig punt. Ja. Over dissidenten. Politiek dissidenten. Ja, we hadden het net over dat Tor-netwerk. Ja. Daar zitten natuurlijk ook politiek gevoelige auteurs op. Ja. Ja, het is hier niet voor niks. Of journalisten die graag ook anoniem willen kunnen opereren, omdat ze hun leven gewoon niet zeker zijn als ze dat niet kunnen. Nee. Die twee bezwaren zijn voor jullie in ieder geval het belangrijkste. Dat zijn de twee grootste bezwaren, ja. En wat gebeurt er dan? Want dan hebben jullie, ik heb het gelezen en ze hebben het heel gewoon begrijpelijk opgeschreven, uitgebreid, goede argumentatie. En wat zeggen ze dan? Nou, mevrouw Maasman, bedankt. Het zit nu een beetje in de black box. Oké, het is erin gegooid, je hebt niks meer gehoord. Er zijn 37 reacties geweest op deze consultatie, zag ik, waarvan er eentje 1 voor 12 voor de deadline van ICT, Nederland ICT. Dat kreeg ik heel dapper. Oké. Die zijn allemaal, die worden dan verwerkt, tenminste die worden gelezen. En hopelijk gebeurt er ook iets mee vervolgens. En zien we dat terug zo meteen in dat wetsvoorstel wat aangepast wordt. De vorige ronde hebben we ook deelgenomen aan zo'n consultatie. En toen hebben we gezegd, er moet een rechtercommissaris komen. Ja. Om een goede afweging te maken. En niet dat de officier van justitie zelf zomaar websites op zwart kan zetten. Die staat er nu in. De rechtercommissaris staat er nu in. En terecht natuurlijk, want... er moet een afweging plaatsvinden. En je gaat ook niet een hele oplage van een dagblad zomaar terughalen. Daar moet een afweging plaatsvinden. Okay. En dat het snel kan online, betekent niet dat het ook snel moet. Okay. Toch? Nee, inderdaad. Nou, dus het is wel mooi om te zien dat het in ieder geval zin heeft. En zo niet, Astrid, is natuurlijk ook wel munitie voor de Kamerleden. Dus misschien dat je dat al als boodschap kan terugnemen. Van, kijk even naar die internetconsultatie. Dan kun je precies zien vanuit welke partijen wat voor argumentaties gegeven worden om dat voorstel beter te maken dan wel te verwerpen. Er zaten niet zoveel steunbetuigingen in trouwens bij die 37 reacties. Nee. Oh, oké. Okay. Niet iemand die zei van nou, super tof. Niet van welk voorstel. Ja, wel kinderporno moet worden aangepakt. En daar is natuurlijk iedereen het over eens. Maar het gevaar is wel, als je zegt dit is geen goed voorstel, want dat je terugkrijgt. Ja, maar je wilt toch dat kinderporno wordt aangepakt? Natuurlijk, dat wil iedereen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, dat is vaak de vlag waar het onder vaart en dan komt er van alles kinderporno bij. Kinderporno-terrorisme, Ja, Astrid, een paar vragen aan Miranda. Nee, ik vind het heel goed inderdaad dat je ook meedoet aan de internetconsultatie. Ik heb ook verschillende partijen gevraagd om dat ook alsjeblieft te doen. Omdat het vanuit de Kamer natuurlijk heel makkelijk is. Rechtercommissaris heb ik ook ingebracht, omdat ik het heel belangrijk vind. Omdat het gaat over computervredebreuk. Zo grappig dat die naam... volgens mij is dat ook de term die ik geïntroduceerd heb. Omdat het ging over huisvredebreuk. Maar wat ik wel belangrijk vind is ook van... Wij in Nederland zijn natuurlijk heel erg, zitten wij op vrijheid en persvrijheid, maar het gaat natuurlijk ook om de wereld om ons heen. Dus de vraag is inderdaad van hoe kun je nou zorgen dat die urgentie ook gevoeld wordt? Omdat we juist bezig zijn, ook in de Kamer, om onze blik naar buiten te werpen. En niet alleen maar heel erg op Nederland, maar Europa en de wereld. Dus misschien dat jij nog zegt van nou, dat is goede club om mee te praten. Als wij zeggen, wij mogen als Nederland overal ter wereld feitelijk hacken, dan mag overal ter wereld bij ons komen kijken. Dan zijn niet alleen journalisten misschien zometeen niet meer veilig, maar ook gewoon Nederlandse burgers kunnen zich misschien niet meer bewegen in een buitenland waar hun gedragingen in Nederland, als ze in Nederland legaal zijn, hoeft dat niet in dat andere land. Ik bedoel, neem Rusland. Ja. Mensen hun vrijheden kunnen zomaar worden ingeperkt door die bevoegdheden. En dat is dan allemaal onder de vlag van hele nobele zaken, maar het gaat dan te ver. Ja. Ja, en bovendien, als wij dan moreel gaan lopen doen naar andere landen, zoals aan Amerika bijvoorbeeld, van kun je kappen met de NSA, dan hebben wij eigenlijk legitimatie, hebben we geen poot om op te staan natuurlijk. Heb je dat weer. Goed. Ben je er nog vragen? Volgens mij... Dan gaan we door naar de laatste van deze eerste helft. In ieder geval, hartelijk applaus. Dankjewel, Miranda Maasman. Ja.